Peter Westerink, allereerst van harte gefeliciteerd met deze overwinning en met het bereiken van de derde ronde in de KNVB-beker. Heel mooi. Jouw verhaal van deze wedstrijd? Allereerst bedankt. 1-0. Uiteindelijk gaat het om winnen. Dat hebben we ook de voorgaande wedstrijden gezegd. Maar de manier waarop... Natuurlijk hebben we hard gewerkt met elkaar, we hebben gestreden met elkaar en dat stemt ook tot tevredenheid. Dat maakt ook dat de jongens natuurlijk ontzettend blij zijn. Maar mijn trainingshart werd hier nou niet heel erg blij van, zeg maar. Dat is ook weer het rare van voetbal, waarin we zeg maar, de laatste afgelopen 5 wedstrijden een hoger niveau hebben gehaald. Buiten Stedoco. En eigenlijk het resultaat 0 was, maar het voetbal wel goed. Ja, win je nu met 1-0 tegen een prima tegenstander, maar is het voetbal... gewoon niet voldoende. Je werd echt geconfronteerd met een tegenstander die er een enorm hoog tempo op nahield. En DVS, met name in de tweede helft, liep steeds meer achteruit. Ja. Vreemd, hè? Nou, dat was eigenlijk de eerste helft ook al. Zij liet ons niet de opbouw spelen. Waardoor we eigenlijk vrij snel de lange bal moesten spelen. Ja, wat gebeurt er dan? Dan zijn we er ook helemaal niet meer naar op zoek. En dat is misschien ook maar beter ook. Want ik moet zeggen, we zaten niet heel goed in de wedstrijd aan de bal. Waardoor je eigenlijk voor een tweede bal moet gaan. Nou, die hadden we ook niet veel. Waardoor je heel veel achteruit moest lopen. Waar geen druk op de bal hadden. Zij steeds in het centrum er een vrij hadden. Nou, aan de zijkant deed ze dat redelijk goed. Daar hadden wij het wel redelijk voor elkaar. Maar we hadden geen niet echt druk op hun centrum, zeg maar. Met onze ene spits. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen. De eerste helft was nog van een redelijk niveau. Zeker de eerste, denk ik, 20, 25 minuten van ons ook nog wel aan de bal. Maar ik denk al met al 60 minuten hebben we toch wel achteruit moeten lopen en moeten verdedigen. Maar toch wel complimenten voor de verdediging. Kijk, je houdt de nul. Zij scoren volgens mij een afgekeurde goal. En er waren ook wel wat hachelijke situaties bij. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon met elkaar gedaan, teamprestatie. We hebben wel geprobeerd om de druk erop te houden op onze eigen helft. Dat hebben we redelijk goed gedaan. En gek genoeg kan je dan toch nog de wedstrijd op slot zetten door die kans voor de Olivier Pilon, hè? Ja, nou, de kwaliteit die Olly hebt en Benjamin, die zijn natuurlijk snel. Het mooie van dit elftal is wel de kwaliteiten die we hebben. Dat we en goed kunnen voetballen, dus aan de bal ons onder druk uit kunnen spelen. Nou, dat zat er vandaag niet in. Maar dat we ook snelheid voorin hebben, dus ook vanuit de counter gevaarlijk kunnen worden. Dat zijn we niet veel geweest, maar wel een paar momenten, ja. En nu weer de voorbereiding op de derby tegen VVOG, hè? Ja, zaterdag VVG. Ook daar is de glans vanaf. Hetzelfde, we hebben natuurlijk Willem II nu over 2 of 3 weken. Hoe triest het ook is. Het zou natuurlijk een hele mooie avond moeten worden voor heel DVS. Willem II thuis met een volle bak. Dat maakt zo'n derde ronde hartstikke mooi voor een amateurclub. Maar eigenlijk is daar, misschien is het een andere situatie anders. Laten we het hopen dat er echt een volle bak is. Maar ik denk het niet. Zo'n wedstrijd tegen Willem II is dan leuk voor de spelers. Maar niet meer voor de club. Dat maakt het eigenlijk wel heel triest verhaal. In ieder geval weer moed geput uit deze wedstrijd en voorwaarts. Ja, hoe gek het ook is, winnen doet ook iets met een groep. En ook de manier waarop, zeg maar, we hebben het wel met elkaar gedaan, hard gewerkt, alles voor elkaar over gehad. Dat heb ik in ieder geval wel gezien. Dat zie ik eigenlijk het hele seizoen al. Er is niemand die verzaakt. En nu uiteindelijk was het trokken we aan het goede eind. Oké, bedankt. Ja, mooi en succes. Dat jullie er waren, man. Dankjewel.